Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van TV Meerdijk. Uw wekelijkse portie nieuws over FC Emmen. Vandaag blikken wij vooruit op de wedstrijd tussen FC Volendam en FC Emmen. Vrijdagavond om 8 uur aan de dijk in het Krasstadion van Volendam. Ja, het is de tweede keer in korte tijd dat FC Volendam en FC Emmen kunnen treffen. Vorige dinsdag was het in de beker de beurt in Volendam en bij de ploegen. En toen trok FC Emmen aan het langste eind met 0-3. Mede dankzij een werelds doelpunt van Yassine Amin Asenoun, de buitenspeler van FC Emmen. I was happy to score it. It was a great goal. You plan another one for Friday? of course. Every game you want to score for a forward player. So I hope to score tomorrow again. Het was een prachtig doelpunt van Yassine Amin Asenoun. De buitenspeler van FC Emmen lijkt na een paar lastige beginweken in Emmen inmiddels in vorm te zijn. Ja, heeft hij inmiddels zijn plek gevonden in Emmen? It's my first time being abroad, away from family, away from everything in a new country. It's always in the beginning it's hard. I'm still kind of young. I'm 22 years old, so everything this is new to me. So it's always it takes time to get. Get used to everything, so. Naast Asenoun had ook een andere speler van FC Emmen een sleutelrol in de bekeroverwinning op Volendam. En dat was uitgerekend Volendammer Jari Vlak, die sinds januari voor de Emmenaren speelt. Hij was met een assist belangrijk bij de 1-0 voor FC Emmen en droeg tevens de aanvoerdersband. Ja, als we hem er weer naar vragen, dan verschijnt er een flinke glimlach op zijn gezicht. Ja, ja zeker. Dat is natuurlijk een hele mooie uitslag daar. En dat verwacht je niet van tevoren. Maar dan gaan we natuurlijk van morgen wel weer proberen nog een keer voor elkaar te krijgen. Je weet toch een beetje wat hun plan is, zeg maar, en hoe ze ons willen gaan bespelen. Maar dat weten we natuurlijk ook van ons. Dus dat zal misschien nog wel wat minder kansen opleveren in het begin. Maar ik denk uiteindelijk dat wij van kant naar kant willen spelen en dat er dan uiteindelijk wel ruimtes komen. Ja, Jari Vlak, Volendammer in hart en nieren. Hij komt er nog regelmatig terug en zijn vriendin werkt nog in de lokale viskraam. 2,5 dag per week, begrepen wij van hem. Maar ja, schijnt ook nog in een appgroepje te zitten met ex-Volendam-spelers. Is er na aanleiding van deze wedstrijd nog flink heen en weer geappt met hem en die gasten daar bij Volendam? Ja, ze zeiden vooral van jullie mochten deze winnen, wij winnen de volgende. Die is belangrijker voor ons. Maar, ja, dat zeggen ze nu na de wedstrijd. Precies, van tevoren zeggen ze dat niet, dus... Ja, wordt weer een mooie pot. Ja, als het aan de Volendammers ligt, kan FC Emmen de borst dus maar flink nat maken. Ja, hoe denkt trainer Dick Lukien daar eigenlijk over? Zijn ploeg staat vierde en neemt het dus op tegen de nummer 1 van de competitie. Heeft hij de borst dan nat? Ik denk dat beide ploegen heel weinig geheimen voor elkaar hebben. Volendam wil hoog druk zetten, dat wil Emmen ook. Dat doen zij op een bepaalde manier en wij op een bepaalde manier. En dan gaat het er denk ik om hoe goed en comfortabel je aan de bal kunt zijn. De ruimtes die ontstaan op het veld, of je die goed kunt bespelen op een bepaalde manier. Allebei een voetballend idee, allebei de intentie om naar voren te spelen. Dus ja, ik verwacht eigenlijk wel een hele amusante en open wedstrijd. Ja, we gaan zo naar de opstelling, maar eerst nog even iets anders. Want supporters van FC Emmen schijnen niet welkom te zijn op de dijk voorafgaande aan de wedstrijd tegen Volendam. Ja, hoe zou dat nou komen? Zijn de supporters van Volendam, die zich daar vaak indrinken, zo gewelddadig? Wij vroegen het Jari Vlak. Volgens mij zijn de supporters van Volendam heel gezellig en daar kan je rustig een biertje mee drinken. Ik denk ook niet dat de supporters van Emmen daarnaar op zoek zijn. Maar ja, daar gaat de burgemeester volgens mij over. En dan door naar de opstelling van FC Emmen tegen Volendam. Vrijdagavond om 8 uur aan de dijk. Wie kunnen we in de basis zelf verwachten? We vroegen het Dick Lukien. Ja, één ding is in ieder geval zeker. De trainer is geen trainer die van verrassingen houdt. Ja, ik denk dat ik... Niet zo van de verrassingen ben. Alleen ja, misschien heb ik er morgen wel één of twee in petto. Are you playing tomorrow? Do you know that already? Yeah, I think so. I think so. We're gonna see tomorrow. Ja, Asenoun verwacht dus dat Asenoun zelf wel in de basis staat. En Dick Lukien houdt zoals gewoonlijk de kaken redelijk stijf op elkaar. Dus ja, dan moeten we de overige 10 namen van de basis zelf maar zelf invullen. En die komen er als het goed is als volgt uit te zien. Doelman Michael Brouwer in de verdediging van rechts naar links. Lusajadio, Araujo, Veldmaten en Burnett. Op het middenveld Jari Vlak en Lucas Bernadou. En in de aanval rechtsbuiten Rui Mendes. Achter de spits Peter van Ooyen. Linksbuiten dus Asenoun. En in de spits
Jerdy Hilteman. Dat was hem weer voor deze week, een nieuwe aflevering van TV Meerdijk. Wij wensen de mannen van Dick Lukien veel succes in Volendam. En wij zijn er komende maandag weer met onze podcast Radio Meerdijk. Graag tot dan!